Ik ga een elektromagneet maken. Die heb ik nodig voor mijn LSM launch. Dat is een lancering die gebruik maakt van een lineaire synchroonmotor. Super cool. Die motor bestaat zoals alle elektromotoren uit spoelen en magneten. Maar deze keer in een wel heel bijzondere configuratie. Deze zijn niet rond, maar zoals de naam het al zegt, is het een lineaire motor. Waarbij alle spoelen synchroon aangaan met het karretje van de achtbaan. Ik ben Robbe en ik ga zelf een aantal elektromagneten maken. Wil je zien wat de beste elektromagneet is, blijf dan zeker kijken. Wil je eerst even abonneren op mijn kanaal, zo blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's die ik hierover maak. Ik ga nu beginnen met die motor open te maken. Wat ik er dus van nodig heb, is die koperdraad of eventueel die spoelen, als ik die in hun geheel kan gebruiken. Zoals je kan zien, als ik de stroom inschakel, wordt er dus echt al een magnetisch veld gegenereerd, want mijn schroevendraaier wordt aangetrokken door de spoel. Het is mij zelfs gelukt om de hele spoel op te heffen met een schroevendraaier. En ook een karretje te doen bewegen met een andere spoel. Wil je nu zien hoe ik dat gedaan heb? Check dan de volledige video op mijn kanaal